Hallo, wat leuk dat je naar mijn video kijkt. Welkom. Nou, ik ga dit keer laten zien hoe je een radiator moet schilderen. Nou, deze radiator, ik laat je even zien. Even neer. Deze radiator is natuurlijk al ontvet, geschuurd. Ik heb hem met een scotchbreid geschuurd. En ik ga hem nu schilderen. Nou, wat heb ik daarvoor nodig? Ik zal even mijn handschoenen aantrekken. Ik heb altijd handschoenen aan. Tijdens het schilderen. Ik heb natuurlijk een kwast nodig. Hè? Een kwast. Dus een kwast rond 10. En ik heb een verfbak. Met de verfroller. Nou goed, wat ga ik nu doen? De camera wat dichterbij. Ik ga nu beginnen. Hè? Eerst de diepe gedeelten. Dit is diep, dit is diep, dit is diep, dit is diep. Dat doe je eerst met een kwast. Pak wat verf en je gaat van boven naar beneden. En zorg dat je de verf goed uitstrijkt. Dan gaan we naar de volgende diepe. En zo werk je dus de hele radiator af. Zorg dat er overal genoeg verf zit. We gaan naar de derde diepe gedeelte. En goed uitstrijken om te kijken dat er geen lopers zijn. Nog een keer nalopen, hè, zoals dat heet. En zo ga je gewoon. Hè. Dus ik pak nu eerst de diepe gedeeltes. De radiator heeft een diepe en een vooruitstaande gedeelte. Dit pak je pas later. Als je de hele radiator klaar heb, pak je deze rand, die rand en onderste rand en dan is hij in principe klaar. Goed, wat ik nu ga doen, is, en die diepe gedeelten zijn nu geschilderd. Ik ga nu met een roller en ga ik de bovenliggende delen, doe ik dus nu met een roller. Nou, je ziet, hier is wat vergeten. Loop je nog een keer na, strijk je nog een keer uit. Goed uitstrijken, dat is gewoon heel belangrijk. En daarna nog een keer goed uitrollen. En zo werk je dus de radiator helemaal af. Dus eerst de ondiepe gedeelten. Doe een stukjes van 4-5. En pak dan de roller en ga zo verder. En pak dan de rand. En ja, gebruik daar wel verf voor die geschikt is voor een radiator. Oké, ik zou zo zeggen. Willen jullie nog meer filmpjes zien? Dat kan natuurlijk. Ga naar mijn blog schilderpret.nl en dan kun je je abonneren op mijn YouTube kanaal. Ik wens jullie veel succes en tot de volgende video.